Nou Henny, u bent de marsleider van vandaag weer. En zijn er nog bijzonderheden vandaag geweest op deze tweede dag? Ja, er zijn denk ik duizenden bijzonderheden geweest. Maar ik begrijp dat je vraagt naar de mogelijke incidenten. Ja, ik sta hier heel ontspannen jou te woord te staan. Omdat ik kan melden dat tot nu toe, we hebben nog een kwartiertje te gaan, minder dan een kwartier, eigenlijk incidentloos verlopen is. Dat is eigenlijk het beste wat u kunt hebben, zeg maar. Absoluut, absoluut. Als ik kon tekenen bij het kruisje, dan had ik dat onmiddellijk gedaan. Maar tegelijkertijd, ja, die organisatie is zo groot, er gebeurt echt een hele hoop. Waarvan we eigenlijk ook een hele hoop achter de schermen razendsnel weer oplossen. En hoe heeft u de roze woensdag ervaren zelf? Nou, met een beetje verbazing. En dat zal ik ook proberen uit te leggen. Het is ooit als een heel bescheiden initiatief begonnen. En als ik nou zo mijn blik achter jouw rug om naar het start-finish terrein richt, dan zie ik eigenlijk één grote roze zee aan kledingstukken, aan mensen die iets roze dragen. Ik vind dat een buitengewoon respectvolle manier om te gaan met de LBTI-gemeenschap. En die onderschrijf ik ook volledig. Nou, hartstikke mooi, want dat is inderdaad wel een feit, ja. Het wordt steeds meer roze. Hoe verder we de middag ingaan, hoe meer roze. Bent u ook al sinds vanmorgen hier aanwezig? Ja, ik kan me niet permitteren om, laten we zeggen, eens een halve dag over te slaan. Dus wat dat betreft, niet letterlijk hier. Hè. Ik heb natuurlijk ook mijn verplichting gehad in Wijchen. Ik ben in Beuningen geweest. En heb nog een talrijke andere zaken ondernomen. Maar nu heb ik even een rustmomentje hier op het start-finish-terrein. Kijk, nou geniet van de rust en tot morgen. Tot morgen, de dag van Groesbeek. Ja, succes. Dank jullie wel.